Je had ooit Jezus Christus, Mohammed, Gandhi. En nu is er Steve Jobs, de profeet. Ik vind hem enerzijds wel en anderzijds geen profeet. Hij is wel een profeet, omdat hij het helemaal voor me op een heel aantal gebieden heel erg bij het rechte eind had. En hij is geen profeet, omdat hij niet veel meer heeft gedaan, waar ik trouwens wel heel veel respect voor heb. Maar een heel eenvoudig idee, eindeloos lang vastgehouden. Dat eenvoudige idee was, de computer is er voor de persoon. En niet voor het bedrijf. Ik ben het hier helemaal mee eens. Maar wat ik vooral mooi vind wat hij gedaan heeft, denk ik, en dat is ook de relatie mensen en technologie, is als je een computerwinkel binnenloopt nu en het is een Apple Store, dan zie je mannen, vrouwen, baby's en bejaarden. Als je een computer world, of in ieder geval een Windows gedomineerde winkel binnenloopt, dan zie je mannen van middelbare leeftijd die naar een computer staan te kijken. Dus wat hij gedaan heeft, is hij heeft dat medium, het medium, de computer of de iPad, voor een enorm groot, veel groter publiek toegankelijk gemaakt. We gaan naar het museum van de toekomst. Want de laatste stelling die we gaan bespreken is dat de traditionele vorm van musea is volstrekt achterhaald. Het punt is, in welke vorm is het verleden straks aanwezig in mijn leven? Dan stel ik weer een heel erg soort van eenvoudig menselijke vraag. Waar bevindt het verleden zich? Ja, het is wel een hele goede vraag. Want nou ja, dat is denk ik de essentiële vraag. Dus de discussie rondom het Nationaal Historisch Museum was voor een deel ook die vraag. Zij hadden niet voor niks een soort strategie waarbij ze zeiden, wij willen overal zijn. Ook op jouw mobieltje. Ja. Want als jij straks ergens loopt, dan is het misschien wel heel erg interessant. Als je op dat moment aan je mobieltje kunt vragen, wat is het verleden van dit object, of van dit gebouw, of van deze mensen, of van dit gedachtegoed, of wat dan ook. Wat ik nu ook merk met dit werk, is dat ik heel veel vragen krijg of ik het online wil exposeren. Ja, nou, wat zeg je dan? Eigenlijk ben ik daar nog een beetje in dubio over, omdat het is echt een ervaringswerk. Je beleeft het werk ten volste als je er gewoon zit, in de ruimte. Dus wat je online ziet van documentatie, dat is slechts documentatie, een representatie. Dus wat dat betreft komt het werk niet tot z'n recht. Dus in die zin zou ik zeggen nee. En aan de andere kant denk ik, het is weer een nieuwe manier van connecties leggen, publiciteit. De kwaliteit van iets is niet meer vanzelfsprekend, maar moet je ergens in ontwerpen. Ja. En daar heb je dus heel veel creativiteit voor nodig.